In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Vorige keer heeft de heilige Alphonsus ons de eerste goddelijke deugd voorgesteld. Het geloof. Vandaag wil hij onze aandacht vestigen op de tweede goddelijke deugd. Namelijk die van de hoop. De hoop is die bovennatuurlijke deugd waardoor wij steunend op Gods beloften met zekerheid de eeuwige gelukzaligheid verwachten en alle genaden die wij daartoe nodig hebben. Deze tweede goddelijke deugd, de hoop, wordt bij het heilig doopsel samen met de heiligmakende genade en de deugd van het geloof in onze ziel gestort. Is het geloof de grondslag van ons christelijk leven, dan is de hoop de stuwkracht ervan. De hoop is het werkdadig verlangen naar dat goed, de hemel, God. Een goed dat misschien wel lastig te bereiken is, maar niet onmogelijk. De hoop is een verlangen dat ook naar de middelen doet uitzien om zo spoedig mogelijk het begeerde goed in bezit te krijgen. Voor ons christenen, God, de hemel. Om ons te overtuigen van de grote waarde van de goddelijke deugd van de hoop en ons natuurlijk aan te sporen deze te beoefenen, wil Sint Alphonsus drie punten dieper bespreken. Ten eerste, wat is het voorwerp van onze hoop? Ten tweede, wat zijn de beweegredenen van deze deugd? En ten derde, wat zijn haar eigenschappen? Aldus werpen we eerst een blik op het object van onze hoop. Het eerste en het voornaamste wat wij hopen is het bezit van God in de hemel. Volgende woorden van Sint Augustinus drukken dit uit. Onrustig is ons hart, o God, tot wanneer het rust in u. Inderdaad, wij kunnen wel op aarde reeds een vrede van het hart bekomen, als wij Gods wil vervullen. Maar een volmaakte vreugde vinden wij pas bij ons einddoel, bij ons eindstation. En daarom verzuchtte de heilige profeet Isaïas, en eigenlijk met hem elke katholiek: zie, te midden van de vrede hier op aarde vind ik eigenlijk slechts bitterheid. We leven namelijk in een tranendal, een lacrimarum valle, zoals ze bidden in het Salve Regina. Hier op aarde zijn wij nog niet ten volste met God verbonden. Ja, wij zijn zelfs in staat hem te verliezen. En vele schijngoederen, zoals rijkdom, genot, die kunnen ons op dwaalwegen brengen. En met dit in het achterhoofd sprak koning David: wee mij, omdat mijn ballingschap zo lang duurt. Ik zal pas verzadigd worden als ik uw heerlijkheid kan aanschouwen, o God. De heilige Thomas leert ook dat op aarde de hoogste graad van de liefde tot God erin bestaat met God te willen verenigd zijn. En dat kan pas ten volle in de hemelse zaligheid.
een ander, een tweede object van onze hoop, naast het bezit van God, is de vergeving van onze zonden. Wij hebben gezondigd, allen. En die zonden hinderen ons de hemelpoort te betreden. Dat is het rechtvaardige vonnis van God. Maar toch zijn er talrijke citaten uit de Heilige Schrift die wij kunnen aanhalen om onze hoop te staven dat God die beledigende zonden wil vergeven en ons daadwerkelijk toch, na een goede boetedoening, de hemel zal laten betreden. Zo laat God de zondaar ten eerste nog leven hier op aarde. Hij doodt hem niet direct, zodat hij zich niet meer kan bekeren. God spreekt tot Ezechiël: als de goddeloze zondaar boetvaardigheid doet en al mijn geboden voortaan zal bevolgen, dan zal hij blijven leven. Ja, leven en niet sterven. Ik zal zijn misdaden die hij begaan heeft niet meer gedenken. En ook volgende woorden die God tot de profeet Isaïas gesproken heeft, die geven ons hoop. Al waren uw zonden zo rood als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Het enige dat wij moeten doen om die hoop werkelijkheid te laten worden, is volgende psalmvers gedenken. Een rouwmoedig en een nederig hart zult gij, o God, niet versmaden. Laat ons dus, mijn dierbaren, niet gekentekend zijn door vrees en wantrouwen tegenover God, maar verlevendigen wij onze moed, onze hoop, bij het zien van zoveel heiligen, die misschien daadwerkelijk een tijd lang Gods vijand waren, maar zich dan tot hem terug toekeerden, door vergeving van hun zonden te krijgen en God terug bewust te gaan dienen, ver van de zonde en vol van deugden. Een derde object van onze bovennatuurlijke hoop is de overwinning op de bekoring. Wij weten dat wij zwak zijn, onstabiel. En om in Gods genade te volharden, moeten wij hopen op de verdiensten van Jezus Christus. En soms worden wij zo bekoord dat we menen te moeten vallen, te moeten zondigen. Maar dat is niet zo. Als wij dat menen, haasten wij ons naar de gekruisigde. De Heer verleent met de beproeving ook kracht om ze te overwinnen. Tot de bekoorde Paulus sprak Christus: mijn genade is u genoeg. Dat betekent genoeg om elke bekoring te overwinnen, als gij wilt. En daarop antwoordde Paulus: inderdaad, als God met mij is, wie is dan tegen mij? Wie zal mij van God kunnen scheiden? Niemand, niets. Een vierde object van onze hoop is een goede dood. Groot zijn de angsten op dat laatste uur. We zullen op dat moment hevige aanvallen van de hel te verduren hebben. Maar wij hopen dat onze zaligmaker, die voor ons aan het kruishout gestorven is, ons zal bijstaan met goede engelen, met de kracht van zijn genade. Dat hopen wij. Dan komen we nu tot ons tweede punt. Na de objecten van de goddelijke deugd van de hoop besproken te hebben, namelijk de hemel, de vergeving van de zonden, de overwinning over de bekoringen en een goede christelijke dood, wil de heilige Alfonsus ons nu wijzen op de beweegredenen van onze hoop.
Waarom kunnen we eigenlijk terecht op God hopen? Waarom? Wat is de reden? Ten eerste, zo zegt Sint Alphonsus, omdat God het beloofd heeft. Er zijn beloften van God. De Heilige Schrift geeft ons die krachtige beweegreden om ons vertrouwen te stellen op God. Wij lezen namelijk dat God iedereen die bidt en hoopt, beloofd heeft het eeuwig leven en al de daartoe nodige hulp te schenken. Laat mij u een bloemlezing geven. Jezus zegt, wat gij ook in het gebed zult vragen, gelooft en gij zult het verkrijgen. Ieder die bidt, verkrijgt. De Heer is een beschermer voor allen die op hem hopen. Voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader iets vraagt in mijn naam, hij zal het u geven. In te domine speravi, non confundar in eternum. Deze uitspraken van onze heiland, van God, zijn tot een allerlei soorten van mensen gericht in die Heilige Schrift. Dus ze zijn ook toepasbaar op ons. En bovendien hebben wij de verzekering dat Gods beloften stand houden. Hemel en aarde zullen vergaan, maar Gods woord zal niet vergaan. Zo zegt Christus. Ten tweede, horen we van God niet enkel maar beloftes, dat Hij ons wil redden, dat Hij ons alle goeds wil schenken, maar wij zien dat Hij ook zo handelt. God bemint al zijn schepselen. En zo niet, waren ze niet in het bestaan geroepen, niet in het bestaan gehouden. Vergeten wij dat niet. Dat is een blijk van Gods liefde. En bovendien, zo zegt de heilige Augustinus, liefde kan niet werkloos zijn, ledig zijn. Liefde sluit noodzakelijk een welwillendheid in. Hij die werkelijk bemint, kan niet nalaten de beminde goeds te doen, te bewijzen. Welnu, als God alle mensen bemint, dan wil Hij ook zeker het heil van alle mensen. God sprak tot Jeremias, ik heb u, mensen, met eeuwige liefde bemind, en daarom heb ik mij ook uwer erbarmd. God kent onze zwakheid en verstootte ons na de eerste zonde niet vanuit het paradijs naar de hel. Nee, Hij besloot zelfs zijn enige zoon te laten mens worden en bijkomend nog te laten sterven aan het kruis. Ons ter zaligheid. Vergeten we dat niet? En na die verlossing schonk Hij ons nog de kerk, de sacramenten. En nu wacht Hij geduldig tot ons aller bekering. En Hij werkt zonder ophouden door middel van onzichtbare engelen en genaden. Zonder ophouden spreekt Hij tot ons door ons geweten. Werkelijk, niemand kan zeggen dat God ons niet bemint. Niemand kan zeggen dat God niet handelt, ons ten beste, om ons te redden. Ten derde, kunnen wij ook werkelijk een hoop in ons hart dragen, omdat wij geloven in het middelaarschap van Jezus Christus en onze goede moeder Maria. Heeft Christus niet bij het laatste avondmaal gebeden? Vader, ik wil dat zij, die Gij mij hebt gegeven, ook daar zijn waar ik ben, in de eeuwige zaligheid.
En evenzo steunen we ook op onze hemelse moeder. Zij baarde ons onder het kruis. En de Heilige Schrift legt haar volgende woorden in de mond. Kan een vrouw haar eigen kind vergeten? Onmogelijk. En al zou zij het vergeten, zo spreekt God, ik zal u niet vergeten. Zie, in de palm van mijn hand heb ik u geschreven. Maria, zij is als middelares van alle genaden elke dag met ons bezig om ons te vormen tot ledematen van het mystieke lichaam van Christus. Zij spreekt voor ons ten beste, Advocata Nostra. Opnieuw, zo bidden wij in het Salve Regina. En haar gebeden zullen ongetwijfeld verhoord worden. En daarom concludeert de heilige Bonaventura: O, wat een zalige hoop! Wat een vertrouwen kan ik toch bezitten! Hoe veilig kan ik niet op mijn eeuwige gelukzaligheid hopen, daar deze afhangt van de beslissing van Jezus, mijn barmhartige verlosser, en van Maria, mijn medelijdende moeder. Ja, in Christus beminden, laten wij ons daarom, zoals de heilige Alphonsus oproept, een werkelijke hoop bezitten. Een hoop die volgende eigenschappen bezit, die vast en zeker is. Hopen we dus onwrikbaar op Gods bijstand. Hij is onze heiliging, onze zaligmaking begonnen, bij de verlossing en bij ons doopsel. En als wij God in ons laten werken, dan zullen wij zalig worden. Onze hoop kan bestaan zolang wij geen hindernissen opstellen. God zal het tot een succesvol einde brengen. Bouwen we op God. Maar laten wij ook onszelf echter niet in rust wiegen. Kijken wij niet enkel maar toe, maar laat onze hoop ook werkdadig zijn. We moeten inderdaad alle middelen die God ons ter beschikking stelt met beide handen grijpen. Wezen wij geen trage zielen die naar het heil moeten getrokken worden. God werkt, maar hij verlangt ook onze medewerking. Hij zegt de heilige Petrus niet: beijver u des te meer, mijn broeders, uw uitverkiezing door goede werken te verzekeren. Onze hoop dient ook zichtbaar te zijn in ons bidden. En hoe lang moeten wij bidden voor onze hemel te bereiken? Wel, Johannes Chrysostomus zegt: zolang wanneer ge voor de rechterstoel Gods nog geen gunstig oordeel hebt vernomen. Hoop en gebed hebben een gelijktijdig leven, tot ze in werkelijkheid en in het bezit van God overgaan. Ja, mijn dierbaren, dan sluiten wij vandaag met de mooie woorden van onze leraar, de heilige Alphonsus. En verrichten wij vandaag nog, na deze overweging, een oefening van hoop. Sint Alphonsus zegt: laat ons, mijn broeders, na de huidige overweging onze hemel bekijken, onze ogen ten hemel verheffen en hopen. Drogen wij onze tranen en hopen wij op de eeuwige goederen. En bedenken wij dat deze aardse tijd slechts ijdelheid is en een einde zal kennen. Zijn wij vervuld met de gedachte dat als wij God trouw dienen, het vaderland tegemoet gaan, waar het volmaakte geluk heerst. En werken wij, mijn dierbaren, met de genade mee. En ziet, zo zegt Sint Alphonsus, Gods heiligen wachten reeds op ons. Onze moeder Maria wacht reeds op ons. Christus wacht reeds op ons. En in zijn handen draagt hij de laurierkrans, welke hij voor ons in zijn koninkrijk bestemd heeft. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest.
Amen.